Ik kan niet beginnen met H-A-L-L-O, want dan gaat de hond blaffen. Dus, maar toch, welkom. Ik wil even laten zien hoe ver ik nu met mijn poppenhuis ben. Deze stukken, die kennen jullie allemaal wel. Het kamertje. De experimenteerkelder van de heks en... gewone kelder die eigenlijk verbergt dat daarachter dus deze kelder zit met de geheime deur. Weten jullie nog? Die dan vanaf hier open kan. Zo. Zie je dat? Open en dicht. Gauw de kasten weer voor. Zodat niemand erachter komt dat er van allerlei boosaardige praktijken kunnen plaatsvinden. Nou ja, ook goede aardige, hè. Twee muisjes hier. Die overleggen hoe ze de muizen vooral kunnen... Er zit trouwens nog... Oh ja, er zit wel wat in. Een stukje kaas. En buitenkant laat ik ook even zien. Want ja, hier komt nog een hele onderwereld. Dit is een plek waar straks ook nog een kast komt. Er staat al één zo'n paal. Hoe heet die nou weer? En dit ding komt vanzelfsprekend nog hoger te zitten. Want hier komt water. En hiervoor komt ook nog zo'n loopplank. Zodat je straks ook nog vanaf hier naar beneden kan. Met een ladder of iets dergelijks. Maar dat moet ik nog maken. Nog een keer de mooie achterkant die mijn dochter heeft geschilderd. Komen we vanzelf bij het dak. Waar een raam ligt. Nou ja, die laten we nog maar even liggen. En dit wordt dus de aanlegplek voor luchtschepen. Zoals je ziet, erg goed licht achter ramen. En er moet ook nog een trap komen hier overheen. Naar de andere kant. Daar liggen nu twee batterijen, maar die komen dan weer in een kistje. Ooit. En hier komt nog een sterrenwacht. Die moet ook nog gebouwd worden. Want ja, verkeerstoren, annex sterrenwacht voor de luchtschepen. Dus er is nog heel wat gaande. En er moet ergens hier nog een ingang komen. Dat moet ik nog verzinnen. Dat raampje is weg, dus je kan even naar binnen kijken. Dan zie je de beschildering van het plafond. De achterkant is nog helemaal wit. Ik moet er nog wat voor verzinnen. Ik heb dit zelf geschilderd. Maar helemaal afgekeken van Marc Chagall. De beroemde kunstenaar die ook een heel mooi plafond in de Parijse Opera heeft geschilderd. Maar waar ik vandaag heel trots op ben, is dat ik ramen heb gemaakt en ze zitten gemonteerd. Deze ramen die zijn een beetje roze-rooier. Ik heb de lampjes achter gedaan. Ik weet nou niet meer hoe ik ze erachter weg moet krijgen. God, hier, dit wordt de slaapkamer, annex boudoir. Moet nog een toilettafel komen en ik weet niet wat allemaal. Dat zijn de plannen. En dan moet ga ik het volgende wat ik ga doen zijn de deuren. Aan deze kant, die dan naar de file gaan. Oh, ik weet weer wat ik daar wel. Want daar kwam ook de boekenkast nog. Want die loopt door van hier helemaal naar boven. God, ik heb alles wel weer goed doordacht. Hoe kan ik dat nou vergeten dat ik dat nog wilde? Daar is de deur voor de badkamer. Dus even terug. Bovenverdieping. Slaapkamer. Overloop. En de badkamer met de tegeltjes die ik ook zelf gemaakt heb. Van zelfhardende klei en bestempeld.
met een raam. Zo ziet het raam er aan de binnenkant uit. En als je goed kijkt, zie je ook dat ik ook de gordijnringen er al in heb gehangen. En dan ziet het er zo uit aan de buitenkant. Het keert nog een beetje, maar daar moet nog weer wat omheen. Als we dan naar beneden gaan, komen we bij het andere raam. Zo. En het moest een beetje jaren 20, jaren 30-achtig worden. Roaring Twenties. En zoals je kan zien heb ik het in de wand bevestigd. Het keert heel erg hier, maar daar komt nog wat voor. Er zitten pinnen in de ramen. Hier zo. En die heb ik vastgelijmd aan de muur. In de muur. Hierachter heb ik een wc, toilet, gepland. En dan daarnaast de kapstok. En dan komen we zo langzamerhand bij de woonkamer. Waar weliswaar een behangetje hangt, maar wat ik alweer besloten heb, dat het dat niet wordt. Dus dat schiet weer lekker op. De vloer is van Fineer. Die heb ik zelf ingelegd. Zo kan je dat goed zien. Daaromheen staan allerlei Egyptische vindsels. En natuurlijk de vampierjachtkit. Want heksen en vampiers, dat gaat niet goed samen. De heks beschermt de mensheid tegen de vampiers. In mijn verhaal. Hier zo, daar staat een kattenmummie. Heel veel magische krachten natuurlijk, kattenmummies. En een grafvondst, of grafgift. Een Egyptische verfdoos, precies zo nagemaakt als ze ze in het echt in Egypte in graven gevonden hebben. Dan gaan we naar de keuken. De keuken is nog helemaal... Nou ja, er liggen ook allemaal oude kranten. Vooral kranten uit de jaren 20, over de drooglegging. Nog erger dramatische nieuws. Dat de Titanic gezonken is. De beurskrach. Het einde van de Eerste Wereldoorlog. En heel belangrijk. Al Capone die nog niet gevangen zit. Dus. En... Ja, de opheffing van de drooglegging. Dus zover zijn we al. En dan hebben we hier nog... Germany has surrendered. World War ended at 6 a.m. Yes. Wauw, nog erger nieuws. Van de Hindenburg. Huge ship explodes. Oude kranten. Ja. Die alleen de belangrijkste bewaren natuurlijk, maar dagelijks nieuws, dat doe je gewoon weg. Nou, dat was ongeveer nu de stand van zaken. Hierin zitten nog allerhande, ja, kijken welke is dit. Oh ja, heel belangrijk. De constellations. Een sterrenkaart. Je moet natuurlijk als heks zijnde... Heel goed bedenken wanneer je een bepaalde spreuk gaat doen. Dus dan is een kaart toch wel heel erg handig. En dergelijke kaarten zitten daar nog meer in. Anatomische kaart zitten erin. Allemaal handige dingen. Een van de potjes kan open. Dat zijn de Egyptische potjes die in een tombe staan of in een piramide waarin hart en hersenen bewaard wordt. Ik weet niet in welk potje wat hoort, maar een aantal zware toverboeken. En een visboek. Ja, bepaalde vissen zijn beter voor in bepaalde ingrediënten voor toverdrankjes dan andere. Dus hij kan ook open. Er zitten echte bladzijden in. Met, even kijken... Alle soorten vissen. Even zien. Hoe er zijn. De lettertjes zijn een beetje heel erg klein. Dus dat kan ik even niet lezen. Maar er zitten
meerdere bladzijden met vis in. Nou, dat was het ongeveer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, alle plannen. Ik denk dat ik nog wel een jaartje of 20 bezig ben. Doei!